De Vierkertshop in Gent bleef voor de gelegenheid langer open dan normaal en dat had alles te maken met de showcase van de Antwerpse band School is Cool. Vorig jaar wonnen ze Humo's Rock Rally en nu hebben ze hun eerste full CD uit. De band brengt barokpop door spek met oogwenken naar onder andere de Beatles en muziek uit de jaren 80. Anthropology, en dat is eigenlijk een verzonnen woord, maar blijkbaar heeft dat een betekenis binnen de antropologie. En dat zou gaan over een soort van wetenschap van het verval enzovoort in chaos. En dat vonden we iets interessants. En eigenlijk de titel van de eerste song op de plaat en de single nu ook zegt al heel veel, en dat is The World Is Gonna End Tonight. Niet dat we echt geloven dat de wereld op dit moment staat te eindigen, maar we vonden dat een interessant concept om rond te denken. Het is een plaat van 16 nummers geworden met 2 interludes. Dus het verhaal wordt eigenlijk verteld in 3 delen. En geen nummer hebben we erop gesmeten zonder te weten dat het echt eigenlijk wel af is. Goh, het is niet echt een opera of een musical of zo. Het is een soort van een losse conceptplaat in de zin van veel songs hebben een gemeenschappelijk thema, maar verder dan dat moet er ook niet gezocht worden. We merkten gewoon dat heel veel songs tekstgewijs samenhingen en muzikaal ook samenhingen met een bepaalde sound. En daarom hebben we die songs ook gekozen op de plaat, want we hadden natuurlijk meer songs klaar. En dat, textueel gezien is dat thema ook, dus de titel wordt in de titel duidelijk gemaakt. Natuurlijk hebben we een paar van vanzelfsprekende inspiraties van bands die op dit moment bezig zijn, waar we heel erg naar opkijken. Bijvoorbeeld Arcade Fire en The Dodos en een paar minder bekende groepen. Maar we kijken ook graag terug. Dus bijvoorbeeld de jaren 80 zijn wel een inspiratie, hoe fout dat die ook worden genoemd altijd. Bijvoorbeeld Hounds of Love van Kate Bush vinden we een geniaal album. School is Cool hoeft niet alleen het te hebben van ritmische drums en percussie, maar ze kunnen het publiek ook intimistisch verrassen. Ik had nog niet veel van die groep gehoord, maar nu wel dus. En ik vond ze helemaal apart, zeker de verschillende personen waren elk apart en dat past wel samen, vind ik. Ik was aangenaam verrast, dus ja. Ik vind de expressie van de drummer heel leuk en gewoon echt, het is zijn eigen sound. Dat is tof. Fantastisch, hè. Ja. Het is al het 5e optreden of zo dat ik gezien had en het blijft gewoon tof. De CD Anthropology is deze week exclusief te koop bij Humo en Vrije Kerkshop.